Kom, gooi je boosheid erin, Poppy. Al je anger. Ik ben zo'n lief, vredig persoon. Au! Wil je er nou ook één? Ga dan naar www.infroheat.com. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en we hebben iets leuks om te laten zien. Hij is binnen. Hij is binnen, want Sergio die heeft u voor heeft u vorige keer meegenomen. Vorige keer meegenomen naar Infroheat. En daar hebben we dus die hele mooie spiegel vandaan. Maar vandaag is het infraroodpaneel binnen. Ik ben zo benieuwd. Die je dus met foto kan laten afdrukken. Dus dat is super gaaf, want dan lijkt het net een poster of gewoon een hele mooie schilderij eigenlijk. Schilderij. Ja. Maar geef warmte. Ook nog eens. Meen je niet. Dus dan gaan we even laten zien. Misschien heb ik toch je hulp nodig, want dit is een aardige doos. Show us, baby. Daar is het dus. Kijk, hier een mooi bedieningspaneel. Ik ga hem aan en uitzetten, niet geheel onbelangrijk. En dit weet ik nog niet. Harder, zachter, er zit zelfs een afstandsbediening bij. En ik ben super benieuwd hoe onze foto uit is gekomen. Oh, let's go. Oh. Jessie! Is dat Jessie? Ja. Jessie met zijn gitaar. Wauw. Is dat wat? Gaaf, hè? Heel mooi. Heel erg mooi. Jessie Silver. Ja. Ja. Oh. Oh. Uh-oh. Au. Ja, toch wel. Een beetje zin, hè? Ja. Heel gaaf. Nou moeten we hem nog even testen. Huh? Ja, we moeten hem even testen. Een stekker in het stopcontact. Heb je hem al aangezet? Ja. En nu weet ik nog even niet wat ik moet doen. Oh, hey. Kort indrukken. We zijn nu op 17 graden. Oh, stel dat het zijn. En de M voor manual of zo? Oh, hij gaat gelijk van ze. Oh. Nou, laten we eens even kijken als hij gewoon op 17 staat. Ja. Ik ben benieuwd. Maar kan dus ook met de afstandsbediening straks. Dus dat is ook wel handig. Zo, het is nu al warm. Ja. Dat gaat snel, hè? Het is instant warm. Ja, het wordt nou wel warm, hè? Maar, ja, maar je voelt het gelijk. Het is meteen warm, ja. Wow. Zo, ik sta zo hier op een half metertje afstand. Terwijl dat Mojo er van zijn klep heeft. Die is niet helemaal lekker, denk ik. Ik heb al 2 dagen te kwijlen, dus we zijn even aan het googelen wat er met hem kan zijn. Hé, Mootje? Oude opa. Maar ik vind dit wel een hele mooie aanwinst voor ons nieuwe huis. We zijn een beetje aan het overleggen waar we hem dan gaan plaatsen. Of op de zolder. Of bij de eettafel. Of misschien wel bij de bank. Maar daar zit, ja. We weten het nog niet. We zien wel. Ja, bij de bank zitten we er wel te ver vanaf. Dus dan zou ik eerder zeggen bij de... Oh, dat hoeft helemaal niet. Hij verwarmt ook de ruimte, zeg maar. Kijk, ook als je hier staat, je voelt echt wel dat er warmte vanaf komt. Ja. Hoe langer die aanstaat natuurlijk, hoe meer die de ruimte opwarmt. Ja. Dus nou, daar gaan we er eventjes lekker over nadenken. Wil jij nog een jaar, denk ik. We hebben nog een jaar. Wil je er nou ook één? Ga dan naar www.infroheat.com. En kies een mooi paneel uit. Je kan dus gewoon ook kant-en-klare panelen kiezen. Je kan posters kiezen. Je kan plafondpanelen, zijn van die vierkanten. Of je kan gewoon zo'n mooi paneel en dan zelf je foto uploaden. En dan komt het er zo uit. Met of zonder afstandsbediening, geloof ik. En met zo'n thermostaatje achterin. Dus ga even kijken. Gaaf. Dan gaan we lekker eten. Yes. Goed zo. Hoppakee. Dag, poepie. Hoera. Zo. Terwijl dat ik dus een heerlijk kokosbroodje aan het maken ben, is er hier iets gebeurd. René, kun je even wat meer vertellen over wat er is gebeurd? We hebben hier een poep in de bad gepoept. We staan in de stukjes van poep. Papa. Papa.
zijn inmiddels verder gegaan met de badkamer. Volgende stap. We zijn echt on the roll now. De spiegelkast is weg. En nu gaat het droogrekje eraan. Righty, tidy, lefty, loosey. Hey. Alleen dit zit echt een beetje in de weg. Ik heb vandaag de eerste vaccinatie gehad, jongens. AstraZeneca. Ik voel nu al een beetje iets door mijn lichaam gaan. Ik ben blij dat ik hem gehad heb. Toppie. Netjes, netjes. Lekker dat je nergens voorzichtig mee hebt te zijn, want anders gaat het toch wel. Pas op, er kan stroom op staan. Ja, op mijn schroef. Ik ben wel blond, maar... Help, mijn vrouw wordt klusser. Heel even de stroom eraf. Dan mag jij bijschijnen. Zo, het is avond 2. Ja, want we hebben nu, ik weet niet of je dat al had laten zien, maar we hebben in ieder geval al een ander deel eraf gehaald. Oh, stroom is eraf. Dan kunnen we dus hier even deze dingen afsluiten, afkoppelen. En dan kan de rest van het plafond eraf. Ja, en dan weer wat draadjes doorknippen en dan kan eigenlijk vrij snel het weer aan. Wat is dit vervelend? Is dit vervelend? Ja. Lekker hè, zo boven je hoofd werken. Heel fijn. Ja? Kijk. Is dat al? Ja? Verdrietig. Oh ja. Oh, internet ligt eruit. Oh jee. Mama. Kiekiek! Mama! Kiekiek! Nee! Zo, die ogen. Mama! Die worden helemaal hoog groot. Papa! Ga jij maar schijnen? Ja. Ja, maar je moet hier schijnen, schat, want nou zie ik niks. Ga jij het licht... Oh, de, kijk er maar niet in. Soepel. Nou, de laatste twee plaatjes zijn er ook uit. René kreeg even deze strookkabels in de bek. Dus die... Ik ben ontsnapt aan de dood. Nou, bijna klaar. Het is tijd om wat tegels te hakken. Waar is mijn beschermbril? Ik wou het net zeggen. Eigenlijk moet je een beschermbril. Ik heb hem niet. Ja, wacht even. Yeah, safety first, baby. Staat hier echt op instorten. Nou, hak, ja. Hak away. Zo, en dan... Hoppa! Ik zie niks meer. Helemaal vol verzorgd. Zo verstof. Dat is de eerste. De allereerste. Nou, dat is netjes. Hij is bijna helemaal heel. Gaat makkelijk. Tot nu toe. Ja. Ja, zo zal het. Ja. Zo zal alles gaan. Zo gaan we dan. Nou, als we het zo goed kunnen doen. Ik pak even zakken bij. Ja, best lekker, hè? Ja. Oepsie. Is kapot. Nou, best kijk, een heuvelproef schoen heb ik aan. Ik wou zeggen, kijk je uit. Zo. Nou, hoe ver was ik? We hebben geswitcht. Je ziet al dat Sergio wat minder netjes doet dan ik. Ik denk van, huppakee. Gaan we die maar aan. Ja. Wil ze nog... Ik heb ook werkhandschoenen, hè? Ja, nee, dat hoeft niet per se. Als maar de bril is wel... Zo, ik ben vandaag druk bezig geweest met de badkamer. En het is een beetje donker. Maar,
Alles is eruit. Wastafel, toilet, douchekop, alles is eruit. De radiator ook, die zat daar. Nu moeten alleen de tegeltjes er nog af. En dan ja, alles vlak maken en alles op de juiste plek, de aansluitingen. Water, stroom, dat soort dingen. Dus we zijn goed op weg. Zo, het is inmiddels, het is al een beetje overbelicht, maar niet uit. Dag 3 denk ik dat we bezig zijn. En het begint al aardig op te schieten. Sergio die heeft vandaag al het sanitair eruit gesloopt. En inmiddels, nou, deze muur hadden we al gedaan. En we zijn verder gegaan met het badgedeelte, of douchegedeelte moet ik zeggen. Ja, dat schiet aardig op. We willen nog kijken of we dat onderding eruit kunnen slopen. Dus dit hele blok en dit blok voor de helft. Totdat die zeg maar bij de steun zit. Kijken of dat kan. Het zal nog een beetje schelen. Zodat we de douche wat iets groter kunnen maken. Ja. Gaat de goede kant op. Ik zweet me ook de tandjes. Ik zweet. Het is helemaal rot inderdaad. Ja. Dus, nou ja. Ja, nog een paar tegeltjes voor vanavond en dan hebben we de vloer weer uit. Zeer productief opgesteld vandaag. Dacht ik ook. Ja, want we moeten alles doen voordat Jess in de bed gaat natuurlijk. Maar we kunnen niet moeilijk gaan slopen terwijl hij hier achter ligt te slapen. Dus nou, we gaan nog even snel verder. Breaking down barriers. Erin, oh, je anger. Ik ben zo'n lief, vredig persoon. hoppakee, bam. Auw! Motherfucker. Je schrok, hè? Zo, ik ga even verder weg staan. Het is weer zo'n dag. Let op. Ja, liefie. Hij denkt, ik ga mama erbij halen. Zo, nou, mijn moeder is inmiddels naar huis. En even oppassen dat ik niet ergens met mijn blote billen in de spiegel sta. Moeder is lekker naar huis. En Jesse die is snotverkouden, dus die slaapt heel onrustig. Hopelijk dat hij zich morgen een beetje beter voelt. Ik ga morgen vroeg naar Robin voor mijn stem. Ik ben heel erg benieuwd. Dus, nieuws. Ik zie dat de lamellen nog niet helemaal gesloten zijn, dus mensen kunnen mij gewoon zien. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar morgen en ik heb er heel veel zin in. Dus vroeg op naar Amsterdam. Ik ga sowieso de camera meenemen en we zijn dus hier weer aangekomen bij het einde van deze video. Ik ben kapot, dus ik ga het snel kort houden. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien je graag bij de volgende video. Ciao, 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 ciao.